De directeur van het Nordic spreekt de leerlingen nog even toe voordat ze de handen uit de mouwen mogen steken. Een groepje leerlingen gaat naar manege De Gravenruiters. Hier brandde 3 weken geleden de kantine volledig af. Ze kunnen alle hulp dus goed gebruiken. We zijn bezig met het vrijmaken van een stuk straat. Er wordt vanavond een waterleiding ingegraven. En je ziet, ze zijn hartstikke druk bezig. Zo drukker dan soms op school, moet ik zeggen. Wij zijn aan het schoonmaken en daarna gaan we het verven. Dus en heb je dat zoiets al vaker gedaan? Nee, nog nooit. Hoe vind je het? Ik vind het fijn voor die mensen dat we ze kunnen helpen. De manege is blij met alle hulp. Zeker na toch wel een lastige periode na de brand. Ja, 2 weken geleden is onze kantine afgebrand inderdaad. Het vermoeden is dat de brandstichting erbij heeft plaatsgevonden. We hebben met heel veel steun en hulp van ondernemers, maar ook van mensen uit het hele land, weer goed op weg zijn. En dat we ook heel veel paardenspullen hebben aangeboden, gekregen, zodat ook onze lessen voor nu, maar ook voor de langere termijn weer door kunnen gaan. En dat we verder kunnen met waar wij ervoor zijn, het aanbieden van paardenactiviteiten voor mensen met een beperking. Ja, dus u heeft ontzettend veel hulp gekregen van verschillende mensen en organisaties. Ja, en dan natuurlijk nog de hulp van de leerlingen vandaag. Ja, super, super. Ze zijn ontzettend enthousiast. Het is heel veel activiteit. Dus deze hulp helpt enorm bij het mogelijk maken van onze activiteiten en het paardrijden voor mensen met een beperking. Yo, weet je wat ik vind? Is dit een schimmel? Ja. Oh, nee, dat ga ik echt niet. Dit moet, hè?